nou achter dat er dus steeds meer mensen in campers of vrachtauto's of omgebouwde busjes gaan wonen. Maar er zijn er welke bij waarvan wij niet wisten dat die bestond. Maar via SOS Camperbouw is Gea er nou achter dat er dus sowieso al twee, waarschijnlijk één ervan in de vrachtauto woont en die andere misschien in de camper. Dat is nog niet zeker. Maar als een van jullie nu kijkt en jullie zou het leuk vinden om anderen te inspireren, dan geef maar even een berichtje hieronder of per e-mail naar ons. Mag ook in een BB zeggen, Gea, in Facebook van Gea. We gaan volgens mij ook BB in SOS Camperbouw, of niet, Gea? Dat weet ik niet, maar bij mij wel dus. Ja, en kijken. Als je het een beetje, nou, in het begin een beetje stil wilt houden, dan kun je het in de mail doen. En anders per... hier onder de video. Gea valt om. We gaan door de bocht, de rotonde. Wil je dan iedereen in een camper hebben? Zei laatst iemand in mij. Ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. Iedereen gaat niet in een camper worden. Maar er zijn gewoon een hele hoop mensen die er wel aan denken. En als ze dan deze video's kijken, dan zijn ze... Ja, eigenlijk hebben ze dan de eerste stap genomen. Maar dan moet je eigenlijk net even over de drempel helpen om het te gaan doen. Hè? En als jij in een camper woont, ik ben er niet bij je geweest, dan kun je bijvoorbeeld die mensen even een aantal tips geven erover. Wil en dingen laten zien. Even praten over hoe het is om in de camper te worden. Wij vinden het fantastisch. Adnan vindt het fantastisch. Patrick en Petra vindt het fantastisch. Pascal en Ramon. Maurice. Wil, zo noem ik er zomaar even een aantal op. Die vinden het echt geweldig. Jan. Ja, Jan Klaver met zijn vrouw. Ik vind het ook geweldig. Het is er nooit van gekomen. Ik heb heel lang een relatie gehad. En op het moment dat dat uitging, toen dacht ik, nu kan ik dat eigenlijk gaan doen. En toen dacht ik, ja, nu kan ik het ook eigenlijk gaan doen. Dus toen denk ik, ik ga dat ook doen dan ook. Ja, veel meer plekken te vinden waar je gewoon aan de rand van de natuurgebieden of wat dan ook staat. Ja. Waar het rustig is, waar je 's morgens je wakker wordt, even lekker kunt gaan wandelen of gaan fietsen. Dat, ja. Ik zou niet anders meer willen. Nee, echt niet. Nee, nee. Toen we voor de winter klaar hebben, toch in woonden. Nou, dat is gelukt, want ik woon er nou in. Dus, ja, gefeliciteerd. Ja. Super. Huur eerst een camper. En ga eerst een weekje proefdraaien, zeg maar. Dat heb ik zelf niet gedaan. Ik dacht van, dat vind ik heel leuk om te doen. Dat ga ik meteen voluit doen. Hoi Pascal. Hey, alles goed? Ja, prima. Met jou ook? Tuurlijk. Super. Tuurlijk. Nou, leuk even zo samen, hè, met elkaar. Ja, en een keer een Ardan komt ook nog hier. Ja, die zou nog komen, hè. Ja, ja. Je wilt niet meer in huis. Dus die vrijheid, dat is gewoon echt heel leuk. En als, hè, zoals die video wat ik dan gisteren heb gemaakt over een hobbyruimte. Hè, dat is natuurlijk wel iets wat heel veel mensen, hè, die dan zeggen, ik zou het wel willen, maar ik kan het niet, want ik heb een paar hele leuke hobby's waar ik geen afscheid van wil nemen. Nou, zo heb je natuurlijk andere redenen. En misschien heb jij hetzelfde beleefd, hè, of hetzelfde ervaren. En dat je dat even kunt zeggen in de video, dat wij, dat, hè, dat wij je interviewen en dat je in die video eventjes uitlegt hoe jij daarmee om bent gegaan. En zo kun je op die manier mensen die met hetzelfde zitten helpen. Dus, zet maar eventjes in de mail of in de reactie hieronder als je geïnteresseerd bent in de interview. En wij gaan volgende week gaan wij naar, ja, dan zitten we in de buurt van Den Haag. De Moer aan het werk. Ook voor een van de abonnees. Die heeft daar een bedrijf en er moet wat gezaagd worden. Dus misschien dat we dat kunnen combineren. En anders met de kerst. En met de kerst gaan we ook nog weer een paar weekjes weg. Dan zitten we ook het hele land door. En dat zou ik dan ook kunnen. Dus, geef maar even aan. Hieronder of in de mail.